Het ondersteuningsschip voor het Caribisch gebied heeft als schenking naar Suriname saluutgranaten meegenomen voor de ceremoniële 21 saluutschoten tijdens referentie door het Surinaams Nationaal Leger. De voorbereidingen voor de bouw van de brug over de Corentijnrivier tussen Suriname en Guyana zit in de afrondende fase. Volgens de stand van zaken zal het start zijn van de bouw in het eerste kwartaal van het komend jaar plaatsvinden. Deze mededeling deed Riad Noor Mohammed, de minister van Openbare Werken, deze week in Nikeri tijdens het start zijn van de bouw van Port of Nikeri. Dus eerste kwartaal hopen wij dat we misschien ook zo'n leuke ceremonie kunnen organiseren daarover. Maar dat is bedoeld om de brug te slaan tussen ons buurland Guyana met Suriname en de hele ontwikkeling. Dus dit moet u meenemen in uw planning. Wat betreft de infrastructuur. De brug over de Corentijnrivier sluit goed aan op het plan met betrekking tot de bouw van de diepzeehaven. De bewindsman liet verder weten dat er grote infrastructurele werkzaamheden gekoppeld zullen worden aan de bouw van deze diepzeehaven. Volgens de minister zijn de projecties al gemaakt. Dit moet ervoor gaan zorgen dat er geen stagnaties ontstaan wanneer de haven al operationeel is. Heeft het ministerie met de regering beslist dat wij verder gaan investeren in de rehabilitatie van de Oost-West-verbinding. En dat is het traject Nikeri tot Paramaribo. Dat ziet u zelf. Het gaat step by step met de middelen die we hebben, maar de weg moet een topklasse weg worden. Dat is het besluit. En dat zal de komende jaren zo blijven. Dus u ziet nog wat gaat in de weg, maar don't worry, over een paar jaar is dat helemaal vlak. Ready wanneer deze industrie er ook staat.